Ja, nee, Geert, die zou gillend, zenuwachtig, zou die ontsnapt zijn met diarree op de wc zitten. Niet daar met al deze buitenlandse namen. Het van Rossum, kunt u mij horen? Welkom, dit is het tweede gedeelte van Maarten van Rossum, de podcast. Mijn naam is Tom Jessen. Maarten zelf is nog steeds herstellende van corona. Dat gaat goed. Morgen een nieuwe aflevering die we gaan opnemen samen. En die komt dan zo snel mogelijk online. Maar nu het tweede gedeelte van het Hoorcollege over Europa. Het eerste gedeelte heb je waarschijnlijk al geluisterd. Is dat niet zo? Check dan eventjes je app, want daar vind je het eerste deel. In het tweede gedeelte gaan we met name in op de educatie rond Europa. Want Maarten vindt dat daar wel wat meer aandacht voor mag zijn. Oké, daar gaan we. Hoewel Rusland misschien niet meer tot de top behoort, bent u niet van mening dat we toch als EU anders moeten omgaan met Rusland, neem ik aan. Ik heb het gevoel dat het jarenlang negeren van Rusland ten koste gaat van de stabiliteit in de Europese regio. Dat is toch een land wat zonder Poetin uit elkaar valt met alle gevolgen voor de EU. Ja, daar is Roy Drissen wel heel wild aan het werk, zou ik zeggen. Laten we eerst even kijken, zou Rusland uit elkaar vallen wanneer Poetin opkrast? Dat lijkt mij eerlijk gezegd niet zo waarschijnlijk, want Rusland, of althans de Sovjet-Unie, is natuurlijk al uit elkaar gevallen in een groot aantal verschillende onderdelen. Hoe het precies met Wit-Rusland gaat aflopen, dat kan ik u niet uitleggen, maar dat is toch in feite van ondergeschikt belang. Rusland zou het meest gediend zijn met een min of meer fatsoenlijke democratische regering. En ik denk als het zover komt op enigerlei wijze, dat ik denk trouwens niet dat dat op korte termijn gaat gebeuren, dan zult u zien dat de Europese Unie met Rusland heel gemakkelijk buitengewoon aantrekkelijke deals kan sluiten. Het hele probleem met Poetin is natuurlijk dat hij het betreurt dat de Sovjet-Unie uit elkaar gevallen is en dat Rusland een tweederangs mogendheid geworden is, want dat is het in feite. Wees u ook niet bang dat de Russische panzerdivisies morgen de Baltische Staten gaan bezetten of zo, of andere verschrikkelijke dingen gaan doen, want dat kunnen de Russen zich absoluut niet permitteren. Ik zei al, Rusland is een land wat wordt geregeerd door moordenaars en dieven. En die dieven stelen miljarden uit de Russische economie. En als die dat nou nog belegden in de Russische economie, dan zou je zeggen, nou ja, dat is tot daar aan toe. Nee, waar beleggen ze dat? Dat beleggen ze in onroerend goed in Londen en in New York en soms ook wel in Amsterdam. Dus ik geloof helemaal niet dat Rusland buiten misschien de directe problemen in de oostelijke Oekraïne, dat Rusland een groot gevaar is. Rusland is een slachtoffer van zijn eigen regime. Zo zou ik het liefste willen zien. En dat is voor ons in feite, nogmaals, we gaan het niet op de spits drijven. We moeten het ook niet te gek maken. Maar voor ons is Rusland geen grote bedreiging. Bovendien moet Rusland zijn gas aan ons zien te verkopen. Want zonder verkoop van bodemschatten bestaat Rusland helemaal niet als een economische eenheid. Even kijken, Harry Roijmans vraagt, waarom krijgt Europa de migratiecrisis niet fatsoenlijk opgelost? Ja, Harry, als ik zo vrij mag zijn dat te zeggen, dat is onze eigen schuld. En waar ligt dat aan? Dat ligt aan het feit dat Europa er niet in slaagt om een gemeenschappelijk migratiebeleid te formuleren. En waar ligt dat aan? Dat ligt aan dat probleem wat ik aangekaart heb, namelijk dat die Europese landen niet bereid zijn om op dit punt serieus met elkaar samen te werken. Zij willen allemaal soeverein blijven op het punt van het migratieprobleem, omdat ze allemaal doodsbang zijn dat ze te veel migranten krijgen. U herinnert zich nog natuurlijk Merkel met weer Schaffendas. Mag ik nog eens even herinneren aan het feit dat ze het geschaft heeft? Hè? Ja, daar hoor je niks over. We hebben jarenlang geluld dat weer Schaffendas, dat was een idioot en dat zou nooit kunnen. En, nou ja, en verder hebben ze het gewoon geschaft. Ja, er zijn wel problemen met migranten in Europa, dat weten we allemaal. Dat zijn overigens meestal migranten uit landen waar ze weer naar terug moeten. Die kunnen hier helemaal niet blijven, want die worden niet met de dood bedreigd of met achtervolging enzovoort. Maar als wij niet samenwerken, dan komt er geen gemeenschappelijk migratiebeleid. En dat betekent dat de migratiecrisis gezellig voortbestaat. Ik heb het al gehad over Frontex. Niet waar? Ja, we hebben Frontex volledig uitgekleed. Dat is een soort van skeletachtig organisatietje. Maar dat hoort het natuurlijk niet te zijn. Het hoort onze grenzen te bewaken. Daar is het voor. Daar is het ook voor opgericht. Ik zie wel dat ik eruit zie alsof ik een enorme grijze pruik op heb. Nou ja. Je moet eigenlijk daar kijken. Oh, ik moet eigenlijk daar kijken. Nou, dat is ook geen gunstig beeld. Bovendien zie je dan.
Okay. Maurits de Liefde, wat een prachtige naam. Hoe kijkt u naar de scholing over de EU? Zelf had ik het idee dat er nooit enige aandacht aan werd besteed op de middelbare school. Meneer de Liefde, beste Maurits, je neemt me de woorden uit de mond. Dit is een gigantisch probleem. Er wordt veel te weinig aandacht besteed aan de Europese Unie. En dan kun je zeggen, ja, dat is allemaal idealistisch gelul. Maar die Unie, die is voor ons, ik hoop dat ik dat toch duidelijk heb gemaakt, van volstrekt essentiële betekenis. Maar u moest eens weten dat ook de zogenaamde correspondent van de NOS, of hoe heet die organisatie tegenwoordig, de NTR, of weet ik veel hoe ze heten, zoals u weet, elke 5 jaar een ander, en moeten dan voor 500.000 hun naam veranderen. Maar goed, de correspondent van die organisatie in Brussel heeft vaak interessante, leuke punten, die kaart je aan in Hilversum, en dan zeggen ze in Hilversum, nee, dat interesseert ons eigenlijk niks. Want er is een koe voor, er is een beekje overstroomd, waardoor een koe verdronken is. En daar gaan we nu de hele avond aandacht aan besteden. En ook de talkshows hebben het alleen maar over verdronken koeien, want dat zijn zulke prachtige onderwerpen. Nee, daar wordt ook door in de media te weinig aan. Nou, misschien in de hele serieuze kranten, daar valt het er misschien nog wel mee. Maar daar wordt veel te weinig aandacht besteed aan de Europese Unie. De problemen, de positieve, de negatieve aspecten. En dan kom ik nog, want ik dacht dat u ook iets vroeg over het onderwijs, ja, de middelbare school. Je hoort ook altijd zeggen, ja, er is geen Europese cultuur. Nou, ik zou zeggen, lopen ze een groot Europees museum binnen en dan zult u zien dat er wel degelijk een Europese cultuur is. Het was, als ik het wel heb, dit jaar het Beethovenjaar, dus dat duurt nog tot 1 januari. Ik weet niet wat er dan voor jaar komt. Maar goed, het was het Beethovenjaar, dat was het in heel Europa. En u zult het met me eens zijn dat Beethoven in praktisch alle Europese landen een bekende componist is. En als u, als u naar de Schouwburg gaat in Keulen, dan is er best een kans dat er een Shakespeare-stuk draait. Ja, zeggen ze dan, ja, die Shakespeare, een Engelse oplichter, daar gaan we niet aan beginnen. Nee, er is wel degelijk een Europese cultuur. Hè. Als u het Louvre binnenloopt, dan ziet u dat daar in feite Europese schilderkunst hangt. Idem dito in andere grote musea. Ja, dan is de vraag, hoe kan Europa zich staande houden? Dat is een vraag van Lus Meijer van Grieken. Dat zijn allemaal enorm leuke namen, zeg. De Liefde, Meijer van Grieken, ja. Je denkt meteen Meijer van Romeinen, dat is weer wel heel wat anders. Oké, laat ik er geen flauwekul van maken. Hoe kan Europa zich staande houden tussen de grootmachten China en Amerika zonder een speelbal te worden? Nou, dat hebben we voornamelijk, is dat onze eigen zaak dat wij geen speelbal worden. Als wij onszelf wat hechter organiseren dan nu. Als we alleen nog maar de bestaande regels die we met elkaar hebben afgesproken zouden nakomen, dan zouden we al een heel eind op weg zijn. Wij hebben geen geopolitieke ambities zoals bijvoorbeeld de Amerikanen en de Chinezen. Nu zijn de Amerikanen wel erg regelmatig van een hele koude kermis thuisgekomen in de afgelopen decennia. Maar ook de Chinezen, dit is nu natuurlijk nog een regionale macht, maar die hebben ook al wat grotere macht. Denkt u ook aan natuurlijk die infrastructurele projecten die ze uitvoeren, om ook onder andere verbinding met Europa te maken. Maar dat betekent helemaal niet dat ze ons willen domineren, dat wij verplicht Chinees moeten gaan leren, of dat plotseling de Chinese opera een verplicht nummertje is in onze operagebouwen. Nee, dat is helemaal niet zo. Dus vind ik zelf overigens dat Europa zich zou moeten ontwikkelen tot een grote geopolitieke speler. Niet wanneer dat in militair of strategische zin bedoeld is. Wij zijn al lang een grote speler op het terrein van regelgeving, zoals ik al gezegd heb. En dat zijn we natuurlijk ook wel als economie. De Europese markt is toch nog een markt die groter is dan de Amerikaanse. We hebben na het vertrek van Engeland hebben we ongeveer 440, 450 miljoen inwoners in Europa, dus in de Europese Unie. Dus dan een zeer omvangrijke, relatief betaalkrachtige markt. Het is ook nog een grotere markt dan China. Natuurlijk zal China en Amerika en ons tenslotte in de loop van deze eeuw passeren. Dat is een beetje projectie, maar dat is niet onwaarschijnlijk. Maar wij kunnen, als wij ons een verstandig beleid voeren, als wij iets minder egocentrisch en klein nationalistisch denken dan we nu doen, dan is er geen reden om aan te nemen dat Europa niet een belangrijke rol kan spelen in de wereld. Dit is Harry Hox, weer zo'n, ja, Hox.
Wat worden de volgende ontwikkelingen in Europa? Giga, schuld, grote ongelijkheden, Noord-Zuid, sectorbeleid. Nou, u dacht natuurlijk, ik hou het zo kort mogelijk, waardoor de zin niet loopt. Maar dan staat er in ieder geval alles in wat we zouden moeten doen. Die schuld, daar hoeft u zich helemaal geen zorgen over te maken, naar mijn idee. Ik ben geen econoom, maar u kunt met een aantal moderne economen, daar kunt u te raden gaan. Over zijn niet alle economen het over deze problemen eens. Hè. Er zijn mensen die natuurlijk dat hele expansieve beleid, wat ook door de ECB gevoerd wordt, dat verkeerd is. Maar ik dacht dat de meerderheid van moderne economen daar anders over dacht, dat eigenlijk helemaal geen probleem is. Je hoort nu ook allerlei lulkoek dat met dat beleid wat de Nederlandse overheid voert, dat dan de staatsschuld oploopt. Geloof mij, het is helemaal niet erg als de staatsschuld een beetje oploopt. Onze staatsschuld was relatief laag. Dan het sectorbeleid. En ja, de tegenstelling Noord-Zuid, die is niet van vandaag of gisteren. Die gaan we ook niet volgende week oplossen. Dat is een probleem wat structureel is en wat eigenlijk al enkele honderden jaren bestaat. In Noordwest-Europa gaat het heel goed. In economisch opzicht, denkt u aan een land als Nederland, wat eigenlijk al 500 jaar tot de meest succesvolle en rijkste landen ter wereld behoort. Ja, en u weet, het is in Zuid-Italië is het geen vrolijke keuken. Wat we daar precies aan kunnen doen, dat zal heel lastig zijn. In een zo grote economische ruimte zul je altijd regio's hebben die sterk achterblijven en regio's waar het goed gaat. Dan moeten we alleen niet piepen dat de arbeidskrachten uit regio's waar het heel slecht gaat, dat die op weg gaan naar de regio's waar het heel goed gaat. Oké, graag een reactie op de graaicultuur van de commissieleden. Nou, ja, daar zullen natuurlijk altijd, zitten daar wel lui bij die dan wel aanwezig hebben beweren te zijn, maar zich laten betalen, niet veel nuttigs doen of in grote auto's rijden. Dat zijn marginale problemen. Jammer genoeg bestaan die problemen en ze maken altijd een hele slechte indruk. Je hebt ook dat gezeur over die vergadering in Straatsburg of in Brussel. Ja, dat is uiteindelijk is dat peanuts als we het hebben over het grotere geheel van de Europese politiek. Dat is net als, nu ik er toch over praat, dat zwakzinnige gelul dat de minister-president in Nederland niet meer mag verdienen dan 180.000 euro, wat gewoon achterlijk is. En die man heeft een topfunctie. Die man moet de zaken bij elkaar houden. Laat die Rutte gewoon 3-4 ton per jaar verdienen. Dat is zulk kleingeestig populistisch gezeik. Hè? Ja, je hebt mensen die worden behoorlijk betaald. Er zijn allerlei functies waar mensen heel wat minder presteren dan Rutte presteert. Ja, wel bescheiden. Ik stem nooit op Rutte, heb ook nooit op hem gestemd. Maar nogmaals, het is achterlijk dat die maat van 180.000 euro bestaat. Sorry hoor. Beste Maarten, dit is Juan Mario Castro. Het is echt een ballet van de meest fantastische namen. Waarvan je denkt, Castro, bent u nog... Ja, ik ben toch geneigd. Bent u nog familie of zo? Geboortig uit Cuba. Beste Maarten, we zitten nu al bijna een jaar in een crisis. Ja, dat is waar. Hoe vindt u de samenwerking tussen de EU-landen met betrekking tot het coronavirus? Ik zie weinig eenheid aangaande de maatregelen. Het lijkt erop dat ieder land zijn eigen aanpak is. Dat is volkomen juist. De coronacrisis maakt nog eens duidelijk hoe belangrijk ook de nationale staat is. Ik denk dat meer aan samenwerking mogelijk was geweest als we niet wat verrast waren geweest door de ernst van de crisis en de snelheid waarmee die crisis toe heeft geslagen. Er is wel een gemeenschappelijk vaccinbeleid gevoerd. Ik meen dat de commissie ook grote bestellingen heeft gedaan. Dus nou ja, ik misschien dat op termijn. Overigens moeten we de crisis ook niet overdrijven. Ja, u mag niet naar het café en er wordt in Nederland enorm veel over gepiept. Maar u weet, wij zijn een land van piepers. Wij hebben graag wat te klagen en we hebben ontzaglijke mailen met zichzelf. Maar veel mensen worden gecompenseerd. Er is een einde in zicht en zijn een groot aantal vaccins ontwikkeld. Weet u nog dat we vorig jaar zeiden en van de deskundigen hoorden dat in het tal van die talkshows dat de ontwikkeling van een vaccin, dat kon jaren gaan duren en God beter het. Nu hebben we in een jaar, hebben we geloof ik al 4 of 5 veelbelovende vaccins. He, dus huppakee. Ja, u moet weten hoe gek het is dat ik naar mezelf kijk met een vertraging van, ik schat, ongeveer 30 seconden of zo. Dat is zoiets wonderlijks. Ik moet daar kijken. Oké, ga ik even daar kijken. Kijk, we hebben hier nog een vraag.
Waarom blijven we belachelijk veel betalen voor de verhuizing? Ah, daar hebben we die meneer van Brussel en Straatsburg. Ja, dat kost wat, dat is waar. Ik geloof, nou ja, laten we het eens wat zeggen, dat het 100 miljoen per jaar kost. Maar dat, ik zei het al, dat is peanuts. En het probleem is, wil Nederland dat dat afgeschaft wordt? Ja. Willen bijna alle Europese landen dat we daarmee ophouden met die onzin? Ja, al schijnt Straatsburg een heel gezellige stad te zijn. Maar de Fransen willen dat niet. De Fransen willen dat er ook in Straatsburg wordt vergaderd. En je kunt op je kop gaan staan, zolang de Fransen dat per se willen, zal het ook gebeuren. En is het erg? Nee, het is niet erg. Als u zich erover opwindt, meneer Hogerbrugge, dan zou ik zeggen, dan zijn er belangrijke zaken in deze wereld om u over op te winden. Even kijken, Bart Breekveld, u geeft in uw blad aan dat we een relaxtere houding moeten aannemen ten opzichte van China. Ja, dat geef ik niet aan, dat doet Christ Klep, die dat prima artikel heeft geschreven. China is echter bezig met grove schendingen in Oeigoerië, binnen Mongolië en Hongkong, en is bezig met een totalitaire politiestaat te worden. Ik zou zeggen, Bart, het is al lang een totalitaire politiestaat. Wat ze doen in met die Oeigoeren, dat is een diep droevige zaak. Niet waar, de onderdrukking van de democratie in Hongkong is dat ook. En wij kunnen daar bar weinig aan doen. He, wij kunnen daar kritiek op hebben en dat moeten we ook zeker hebben. Maar er is weinig aan te doen. Er is aan heel veel wereldleed bar weinig te doen. En zeker niet vanuit Nederland. Rutte kan best met Xi Jinping bellen. En dan zegt hij, Xi, hou nou eens op met dat gedoe met die Oeigoeren. En wat denkt u dat Xi dan zegt? Ja, die laatste is dus een secretaresse informeren. Oh, Joep van Gogh. Even kijken, die is het met Bart eens. Maar wat zei Bart nou toch ook weer? Oh, Bart zei China. Ja, ik zou zeggen, wilt u zaken doen met China? Of zegt u, nee, wij zijn zo principieel. Wij willen absoluut onder geen enkele voorwaarde zaken doen met landen die zich misdragen. Ik moet u zeggen, dan heeft u heel, heel weinig zaken te doen in deze wereld. Dat kan ik u verzekeren. Zullen de Britten ooit spijt krijgen over de Brexit of blijft het een levenslange ontkenning? Ja, u begrijpt wel, ook als ze spijt hebben, dan gaan ze het niet vertellen. Ze houden het geheim dat ze spijt hebben. Alleen binnen kamers zullen ze ooit zeggen, nou, Boris Johnson zeker helemaal niet. Maar ja, ik denk wel dat ze spijt zullen krijgen. We koersen nu naar het schijnt af op een hard Brexit. Al is het misschien nog een beetje op het rand van de afgrond onderhandelen. Dat kan zijn. We zullen zien hoe dat af gaat lopen. Als het een hard Brexit wordt, dan is dat ook voor Nederland nogal een vrij nadelige zaak, moet ik zeggen. Maar het is voor Engeland een nog veel nadeliger zaak. Engeland leeft in illusies. Engeland leeft in een verleden wat echt definitief voorbij is. We krijgen nu Harry Hoijmans. Ik werk voor een Duits bedrijf wat 100% in Chinese handen is. Vorig jaar zijn de fabrieken in Duitsland en Oostenrijk gesloten en naar Polen verplaatst omdat daar de lonen lager zijn. Gevolg 600 ontslagen in Duitsland en Oostenrijk enzovoort voor goedkope arbeid in Polen. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn geweest en is het niet beter om de EU te splitsen? Nee Harry, dat is niet beter om de EU te splitsen. Naarmate er meer bedrijven verplaatst worden naar Polen, hoe treurig dat ook is voor de werknemers in Oostenrijk en Duitsland, niet waar, zal in feite de economische activiteit in Polen toenemen en dan zullen de lonen in Polen tenslotte stijgen en dat zal helemaal niet zo verschrikkelijk lang duren voordat de Polen niet waar op een loonniveau zitten waardoor het niet meer de moeite waard is om fabrieken naar Polen te verplaatsen. Dan gebeurt er misschien iets veel verschrikkelijkers, namelijk dat die fabrieken worden verplaatst naar, weet ik veel, naar Tunesië of waar het nog veel goedkoper is of ergens in Oost-Azië. Maar in feite dient deze ontwikkeling het langzaam gelijk trekken van de economische omstandigheden in de Europese Unie. Dus ik ben daar, die mensen in Oostenrijk die komen echt, en in Duitsland die komen echt wel weer aan het werk. Maak dus er geen zorgen. Zal Turkije ooit onderdeel worden van de EU? En wat is daar zo al voor nodig? Nou, daar is heel veel voor nodig. En primair is daarvoor nodig dat Erdogan opdondert. Anders kan ik het niet zeggen. Die Erdogan, dat is een hele vervelende lichtfascistoïde praatjesmaker, die in feite Turkije enorme schade toebrengt, want die
die democratie die leek daar redelijk te zullen gaan draaien. Het was misschien nog een embryonale democratie, maar toch. En Turkije is jaren, decennia teruggezet voordat ze van die zak tabak af zijn. Dat kan nog wel even duren, dus de schade zal aanzienlijk zijn. Economisch gaat het ook niet erg goed meer. Dus nee, en bovendien is... Allerlei journalisten zitten daar achter slot en grendel. De kans dat Turkije op korte termijn lid zou kunnen worden van de Unie is uitgesloten. En dat is terecht uitgesloten. Stan van Anholt. De scholing in het voortgezet onderwijs wordt heus over dit onderwerp gesproken. Oh, wacht even. Ik noem maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, geschiedenis, aardrijkskunde en economie. Het curriculum moet wel veel behandelen om alle leerlingen door de eindexamensluis te loodsen. Dus ik denk dat er zeker winst te halen valt in de regio van het ministerie en de adviesorganen. Ja, wat zal ik daarvan zeggen? Mijn indruk is, wat wordt er hier al niet genoemd, maatschappij, leer, geschiedenis. U moet weten, als hobby zit ik bij een programma dat heet De Slimste Mens. En daar worden regelmatig vragen gesteld aan toch niet de domste Nederlanders in het algemeen. En die zijn allemaal prima op de hoogte van de meest moderne rappers. En de gang van zaken met het programma TikTok. En zo kan ik nog wel een paar dingetjes verzinnen. Maar het gekke is, als je iets vraagt over politiek, geschiedenis of geografie, dan hebben ze de grootste moeite om Oslo op de kaart aan te wijzen. Of ja, dan toevallig Noorwegen buiten de Europese Unie, maar goed. Je staat vaak verbaasd over de kennislacunes juist op die terreinen die u zo ijverig in uw vraag heeft genoemd. Dus daar kan dan toch wel aanzienlijke verbeteringen kunnen daar worden aangebracht. Werner Pol. Maarten, hoe denkt u over de toekomst van Polen en Hongarije binnen de Unie? Is dat een bedreiging wanneer ze de Unie verlaten of een verrijking? Nou, ik zou zeggen, opgeruimd staat netjes. Ik ben wat dat betreft eigenlijk weinig diplomatiek. Het is niet verstandig, denk ik, om ze eruit te flikkeren, hoe verleidelijk ook dat mogen zijn. Het zijn uiteindelijk binnen Europa ondergeschikte spelers. Land als Hongarije stelt helemaal geen pest voor. Polen is een substantiële natie met, ik weet niet, 37 miljoen inwoners of zo. Dus dat is ook economisch wel interessant. Maar de huidige situatie met Hongarije en Polen, dat is een voorbijgaande situatie naar mijn idee. Zij zullen tenslotte toch op enige wijze tot de orde worden geroepen. En als het moderniseringsproces doorzet in die landen, dan is het ook met de huidige tendensen, denk ik, afgelopen. Of dat volgende week is, of over 10 jaar, dat durf ik u niet te zeggen, maar het is een tijdelijk probleem. Willem Buijs, hoe ziet u de toekomst van onze zuiderburen? Ik neem aan dat die lastige Belgen daarmee benoemd worden. Blijkt met de corona toch wel heel lastig om met al die verschillende parlementen. Ja, België is een rommeltje, maar dat is een van de eigenaardige aspecten van België. Het is natuurlijk een zootje zonder meer. Ik zou u wonderlijke anekdotes kunnen vertellen uit het Belgische hotelwezen, waar de kassa van het hotelcafé die kwam melden aan mijn broer en mij en mijn zuster, wij zijn notoire late drinkers, dat de kassa dichtging. En wij keken ontzettend op onze neus, het was 10 uur 's avonds. En toen had hij dat allemaal gezegd, dat de kassa dichtging. En zei hij, ja, de zwarte kassa opent op 9:50. Ja. En ik dacht, nou goed geregeld hier. Ja, België is een rommeltje, maar tegelijkertijd zal het wel niet in zee verdwijnen. God, Italië is ook een zootje. Dus dat zijn toch landen die op de been, ja, als Nederlander denk je, het is onmogelijk dat ze op de been blijven, terwijl het zo'n zootje is. Maar ze blijven toch op de been. En met Vlaanderen kan ik u verzekeren, is niks mis. Heel welvarend, dus evenveel hoog inkomen per hoofd als wij. Gijs Lauret, beste Maarten, hoe zouden Europese regeringsleiders de voordelen van de EU beter aan hun burgers kunnen verkopen in hun eigen lidstaten? Ja, weet u wat het is? Daar hebben ze helemaal geen zin in, want ik heb u uitgelegd hoe voordelig het is voor al die leiders om voortdurend Brussel van alles en allerlei zaken de schuld te geven, waarvan ze wel weten dat ze gedaan moeten worden, maar het is handig dat ze de schuld kunnen afschuiven van Brussel. Dus zijn ze helemaal niet geïnteresseerd in serieuze voorlichting over de situatie van de Europese Unie. Het is eigen belang om het een beetje negatief af te schilderen. Dat is heel treurig en kortzichtig,
Maar het is wel het geval. Even kijken, Robert Kerkhoven. Ja, ook een hele fijne naam om te hebben. En dan ben je hele leven al voorbereid op het einde. Zou een democratisch gekozen EU-president ooit werkelijkheid worden, zoals in Amerika? God verhoede meneer Kerkhoven. Ik hoop dat ik dan op het kerkhof lig. Dat we een president in Europa gaan kiezen. Laat de situatie maar lichtelijk onoverzichtelijk zoals die op dit moment is. U ziet wat een enorme problemen het geeft als je het staatshoofd, want dat is de Amerikaanse president, als je die kiest. Dat is een notoire oorzaak van onaangename polarisatie. Dus laten we dat vooral niet doen. Waarom vindt u dat het een zegen voor Nederland is dat Zuid-Europa economisch onsucceesvol is? Ja, dat is inderdaad zo. En dat we blij mogen zijn, zo blij dat we ze moeten subsidiëren. Ja, dat zal ik u uitleggen. Neem nou die euro. Er zijn in de tijden van de eurocrisis waren er al grote geleerden die zeiden, ja, wij moeten de euro splitsen in een noordelijke euro, zeg maar van de betrouwbare, budgetair, solide landen. Duitsland met zijn hulp Sinterklaasen, Oostenrijk, Nederland, Finland. Nou ja, kent je wel, de noordelijke euro, de euro zou dat worden, en een zuidelijke euro, de euro. Naam zegt het eigenlijk al, Italië, Portugal, Spanje, Griekenland. Nou, al die lui, niet waar, die er maar een potje van maken, vinden wij. Geen zak uitspoken, de hele dag aan zee zitten met een glaasje ouzo. Ja, dat is onze idee daarover, dat is niet zo. Maar goed, dat zou een rampzalig besluit zijn geweest. Want heeft u zich wel eens afgevraagd wat die euro, niet waar, wat die op de valutamarkten waard zou zijn? Waar staan we nu op $1.10 of zo? Ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar het zal iets dergelijks zijn. Ik denk dat een euro, laten we zeggen een euro alleen voor Duitsland en omstreken, die zou toch op de valutamarkt al heel gauw 1,50, 1,60 tegen de dollar zijn. En waar zit je dan met de export van je Audi's? Hè? Hoe ben ik hier naartoe gekomen in een Audi? Hè? Daar zouden we geen geld meer voor hebben wanneer de, nou ja, wij dan wel, maar de meeste andere landen niet, om zo'n ding te kopen. Dus het is dat de euro een beetje naar beneden getrokken wordt door de eurolanden, dat is een hele voordelige zaak. Dat ding moet niet te veel waard worden, want dan zijn we de klos. Je ziet ook in alle opzichten dat de euro feitelijk lichtelijk ondergewaardeerd is op de valutamarkt. En laten we het vooral zo houden. Bram Hogestegen, Maarten, is militaire macht op lange termijn niet belangrijk voor Europa? Nee, ik geloof daar niet zo in. Ik zou zeggen, laten we het zo organiseren dat we ons effectief verdedigen kunnen. Daar is wel iets voor nodig. Denk u ook aan dat Frontex. Laten we daar eens mee beginnen met dat in te vullen, die organisatie. Maar laten we vooral niet indrukwekkende militaire apparaten creëren waarmee we voortdurend gaan interveneren in streken waar we niks te zoeken hebben. Paul Janissen, mooie naam Hox. Ja, dat vind ik ook. Mooie naam Hox. Die Hox die heeft wel gescoord met zijn naam. U ziet meneer Hox, zekere Harry Hox, ja. U ziet meneer Hox, dat u heeft hier wel een heel mooi nummer gemaakt. Oké, Miguel Martinez. Het is al die namen, zeg. Dat zijn dingen. Het is maar goed dat Geert niet meedoet, hè, want die zouden zenuwachtig van worden van al die buitenlandse namen. Zouden we als Europa moeten investeren in een Europees leger om minder afhankelijk te worden van de VS? Nou, daar heeft u wel een puntje. Kijk, er is helemaal geen Europees leger zoals u weet. En het gekke is dat er nog steeds, ik geloof 30.000 Amerikaanse troepen in Duitsland zijn. Dat is natuurlijk 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Idioot dat die lui er nog zijn. Ja, ik ben er wel voor dat we het zo organiseren. Dat zal overigens heel lastig zijn. Dat we militair gesproken op dit niveau onze eigen broek op kunnen houden. Zeker. Bovendien is Amerika natuurlijk op de afzienbare termijn een volstrekt onbetrouwbare bondgenoot. Of Biden nu wel of niet president wordt, dat wordt hij wel. Maar we zijn van het Trumpisme nog niet af, kan ik u verzekeren. Wat zijn de gevolgen als Angela stopt? Ja, daar maak ik mij ook wel zorgen over. En ik ben een groot Angela-adept.
Het gekke is dat Duitsland eigenlijk in de eerste helft van de 20e eeuw enorme pech heeft gehad met zijn politieke leiders. En dat ze in de tweede helft van de 20e eeuw, maar ook in het begin van de 21e eeuw, enorm geluk hebben gehad met hun politieke leiders. Angela Stop, daar heeft u groot gelijk in. Ze heeft er dan 15 jaar gezeten, wat rijkelijk lang is. En we weten niet wie haar op gaat volgen, want haar aangewezen opvolgster, mevrouw Karrebauer, die heeft de brui eraan gegeven, die zag er misschien de buikel hangen. En er zijn nu drie mannelijke leden van de CDU die wel interesse hebben. Eén vrij linkse kandidaat en twee, dacht ik, vrij rechtse kandidaten. En we hebben simpelweg geen idee wie het wordt. En we hebben ook geen idee of dan de koers van Duitsland fundamenteel zal afwijken van de huidige koers. Dat denk ik eerlijk gezegd niet, maar het kan toch aanzienlijke invloed hebben. Dat wel, en we weten niet in welke richting het gaat. Roy Drissen, ik ben hoopvol voor de EU. Ha, fijn, eigenlijk een positief geluidje. Als ik naar de jeugd kijk, oh, die denkt vooral op TikTok denken ze een stuk internationaler, natuurlijk in mijn beperkte waarneming, en minder in nationale stammen. Ja, ik ben zelf ook eigenlijk wel hoopvol gestemd over de EU, maar op de lange termijn. Nee, ik ben vaak op de korte termijn vrij pessimistisch en dan denk ik nog op de lange termijn zie ik het wel zitten, ook qua economische ontwikkeling. We gaan eigenlijk hele interessante decennia tegemoet met die energietransitie. Ik betreur het dat ik niet de hele zaak mee kan maken. Ik ben 77 en nou ja, ik zou wel heel oud moeten worden, wil ik echt meemaken wat het eindresultaat is van allerlei ontwikkelingen die nu zijn ingezet. Even kijken, Marijn Hanning, kan Europa nog verdere uitbreiding van landen aan? Nou, ja, dat is een hot issue, zoals u waarschijnlijk wel weet. Albanië wil graag lid worden en hoe heet het, dat stukje Joegoslavië, waar ik op de juiste naam niet kan komen, dat wil ook graag lid worden. Dat wordt geblokkeerd door Frankrijk. En ik meen dat Nederland de blokkade ook steunt. Ik begrijp dat ook wel een beetje, omdat onze ervaringen met Roemenië en Bulgarije ook niet erg gunstig zijn. Dus ik zou zeggen, doe iets met een associatieverdrag. Er zijn alle mogelijke vormen om die lui wel te paard te helpen, maar dan hoeven ze nog niet per se lid te worden. Harry Roijmans, volgens mij de tweede keer. De Harry, is de coronacrisis voor Europa geen enorme gemiste kans geweest om eens en voor altijd te laten zien hoe je gemeenschappelijk een zo'n grensoverschrijdend probleem op kunt lossen? Ja, Harry, dat zou wel fijn zijn geweest, maar ik denk toch dat de nationale verschillen nog zo groot zijn in Europa, ik heb daar al eerder op gewezen, dat je waarschijnlijk ook een wat ander coronabeleid nodig zou hebben. Je ziet ook dat corona in de verschillende Europese landen nogal verschillende effecten heeft gehad. Je hebt een groep van landen waar het aanvankelijk heel goed ging en nu ook niet meer zo best. Neem Duitsland is daar het beste voorbeeld van. Maar je had ook landen waar het aanvankelijk heel slecht ging, maar nu wel wat beter gaat. En je had landen waar in feite de tweede uitbraak sterk onderschat is. Dat is Nederland, zou ik zeggen. Maar het is lastig om tot een gemeenschappelijk coronabeleid te komen, laten we zeggen, van de Noordkaap tot Sicilië. Ja, dat zie ik nog niet 1, 2, 3 zitten, omdat aan de Noordkaap ook de dagelijkse cultuur een andere is dan op Sicilië. Oh, Rodney Del Rosario, het is echt ongelooflijk, zegt hij. Geert, die zou gillend, zenuwachtig zou die ontsnapt zijn, met diarree op de wc zitten, niet daar met al deze buitenlandse namen. Maar ik vind het juist wel amusant, eerlijk gezegd. Ja, u moet weten, er was een moment waarop gesignaleerd werd dat er in Amsterdam, ik meen 177 verschillende nationaliteiten woonden. Ik ben nou precies een getal, wil ik vanaf zijn, maar het waren er ontzettend veel. En toen was er in Nederland weer de bekende populistische paniek. Hoe is het mogelijk? Waar moeten we het naartoe? En toen stond er in het Britse weekblad The Economist, overigens een liberaal en bepaald niet erg progressief blad,
daar stond een groot stuk dat Amsterdam zichzelf al mocht feliciteren met het feit dat het klaarblijkelijk zo'n aantrekkelijke stad was dat er 176 verschillende nationaliteiten bij elkaar hokten, zonder dat er voortdurend opstand was en bloed door de straten vloeide. En ik was het met dat laatste wel eens. Maar goed, beste Maarten, vraagt Rodney Del Rosario, er is een munt wel goed voor de stabiliteit van Europa? De huidige hoge waarde voor de euro is goed voor een sterke economie als Duitsland, maar voor een economie in Griekenland zou een goedkopere munt beter zijn. Ja, beste Rodney, daar kun je wel denken, maar de Grieken denken daar anders over. De Grieken hebben de kans gehad om eruit te stappen uit het eurogebied en dat hebben ze uiteindelijk besloten om dat niet te doen, ondanks de stevige offers die ze daarvoor moeten brengen. Ik denk dat ze daarvoor op termijn dat gunstig is geweest. Je kunt er beter niet uitstappen. Arthur Meijer. Arthur, ik moet even een slokje nemen als je het niet erg vindt. Wil je een nieuwe thee? Nou, dadelijk, maar ik heb het nog niet op hoor. Arthur Meijer, beste Maarten, hoe ziet u de toekomstige positie voor de Nederlandse landbouw in de mondiale ontwikkelingen, gelet op de unieke strategische positie die Nederland in dit verband heeft? Wordt het niet tijd dat we de technologie die wij binnen de landbouw ontwikkelen strategisch gaan inzetten? Ja, dat is een complexe vraag in allerlei opzichten. Zoals u waarschijnlijk weet, zijn wij de tweede voedselexporteur ter wereld. Dat lijkt mij uiteindelijk in Nederland een volstrekt onhoudbare positie. Wij moeten de landbouw is in Nederland enorm doorgeschoten. We moeten dat anders organiseren. Misschien met de enorme kennis die we op dat terrein hebben. Maar zoals het nu is, kan het naar mijn idee absoluut niet blijven. Nederland is een postzegelgroot land en wij kunnen niet de tweede voedselexporteur ter wereld blijven. Want als u er even over nadenkt, begrijpt u dat we ook de tweede voedselimporteur ter wereld zijn om al die godvergeten kippen, varkens, paarden, koeien enzovoort ook te eten te geven. En bovendien 70% van onze productie verdwijnt in de export. Dus het is ook misschien niet direct nodig om onszelf in het leven te houden. Maar goed, ik ben bereid om maximale technologie bij inkrimping van de last die de Nederlandse agrarische sector is voor heel het land. Jan Smit, ja, en niet Smit gewoon met een T, maar met TH. Dus dit is waarschijnlijk een Engelsman die besloten heeft zich in Nederland te vestigen. Meneer Van Rossum, wordt het zo langzamerhand niet eens tijd om een gemeenschappelijk Europees protest te laten horen richting Trump? Ja, kijk, ik vind alles best als u Trump een rol in een doosje stuurt. Vind ik het zelfs leuk, maar ik moet u eerlijk bekennen, het helpt niks. Hij begrijpt, hij moet niks van Europa hebben. Hij beschouwt ons als zwakzinnige. Als halve garen. Dus ik zou zeggen, laten we Trump rustig met rust laten. En laten we vooral allen, als ik religieus zou zijn, zou ik zeggen, laten we bidden voor de Verenigde Staten. Want het is diep treurig, nietwaar, dat ze met die vent zijn komen te zitten. Maar we kunnen er heel weinig aan doen. Timo Haver. U heeft ooit Griekenland en Zuid-Italië derde wereldlanden genoemd. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, ik moet u zeggen dat ik er geweest ben en dat ik het nogal derde wereldachtige landen vond. Dat vind ik al gauw, moet ik u zeggen, omdat de Nederlanders zijn gehecht aan een nette publieke ruimte. Niet al te veel rotzooi, aan een relatief hoog welvaartsniveau. Nederland ziet er praktisch overal welvarend uit. En ja, ik ben overigens in 1963 in Griekenland geweest, dus dat is lang geleden, het schijnt veel verbeterd te zijn. Ik vond het eigenlijk beschamend dat wij daar als jonge lui, ik was toen jong, met een autootje rondreden, terwijl ja, het was evident in 1963 een straatarm land. En dat is op zichzelf al verbeterd. Ja, in Zuid-Italië, idem dito natuurlijk. Dat zijn heel sterk achtergebleven gebieden. Maar ik moet u zeggen, ik heb in Amerika op plekken gestaan waar ik dacht van nou, is dit nou werkelijk een van de rijkste landen ter wereld? Dat je denkt van, ik ben toevallig in Guatemala verzeild geraakt. Er is iets fout gegaan met mijn reisschema. Nee, veel landen die zien er in de publieke ruimte enorm armoedig uit. En dat is voor Nederlanders verdomd vervelend. Tenminste, voor mij. Ik zie er misschien zelf ook een beetje armoedig uit. Maar ik vind het wel fijn dat de publieke ruimte er een beetje opgeruimd uitziet. Karel Seiben. Het verbaast mij dat we er niet in slagen dat we het landsbelang niet ondergeschikt kunnen maken aan het Europese belang ten faveur van ons allemaal. Ja,
daar is het probleem een beetje dat om te zien dat in feite het landsbelang gediend is met het Europees belang, dat vraagt een extra denkstap die veel politici niet bereid zijn om te maken. Want u weet hoe politici werken. Politici zijn altijd dolblij dat het weekend er is en dat ze de problemen niet over het weekend heen hoeven te tillen. He, als je heel slecht nieuws hebt in de politiek, dan maak je dat altijd bekend vrijdagavond om 7 uur. Want ja, de media beginnen al aan de winterslaap van het weekend in Nederland en dan moet je hopen dat het in maandag weer vergeten is. Politiek is veel te vaak een korte termijn probleem. Hans de Herder, Ton Jesse. Tom, het is Tom met een M volgens mij, maar goed. Kan je mijn vraag die ik vanmiddag via de mail stelde over Kaplan voorleggen? Oeh, ja, ik heb geen idee. Meneer de Herder, het wordt opgezocht. We hebben hier een zeer omvangrijke staf staan die het helemaal op gaat zoeken voor u. En nu, welke hebben we nu? Wisselhof? Nee. Oh, Bastings. Hoe gaan we in Noordwest-Europa de problemen van de vergrijzing opvangen als we ons xenofoob blijven verzetten tegen mensen die bereid zijn om te verhuizen? Ja, nou, die vergrijzing, daar zijn natuurlijk allerlei strategieën voor te verzinnen. En dat is gedeeltelijk natuurlijk is dat technologisch. Je kunt nog meer dingen overlaten aan machines in principe. Ik kan u aanbevelen om eens een bezoek te brengen aan een grote autofabriek, een moderne autofabriek. Dan ziet u hoe in feite industriële productie in werkelijkheid in zijn werk gaat. Dat voor een heel belangrijk gedeelte geautomatiseerd is. Daar kunnen we nog verdere stappen in zetten, naar mijn idee. En ik ben er wel voor natuurlijk om vooral om talent te importeren. Ik vertel daarbij altijd dezelfde anekdote, die ga ik nu ook aan u vertellen. Dat er een hele leuke documentaire op de televisie was over het bedrijf ASML. Dat is gevestigd iets ten zuidwesten van Eindhoven. En daar maken ze chipmachines. Dat wil zeggen machines die chips maken, die je dan vervolgens weer industrieel kunt gebruiken. En de slotbeelden van die documentaire waren van de kantine van het bedrijf ASML. En ja, daar keek de camera, die keek daar naar binnen. En nou ja, je zag daar eigenlijk onmiddellijk dat ongeveer de helft van het personeel bestond uit de boreale mensen. Ik citeer even de grote denker Thierry Baudet. Maar het was duidelijk dat de andere helft van het personeel volstrekt niet beantwoordde aan de eisen die wij aan de boreale mensen kunnen stellen. Namelijk een sympathieke varkenskleur en, ja, enzovoort enzovoort. Die waren bruin of ze waren zwart of ze waren geel. Ja, ze hadden allerlei gevarieerde kleuren. En toen zei die directeur van dat bedrijf, zei we, ja, u ziet het wel, een groot deel van onze werkkrachten wordt geïmporteerd uit het buitenland. Simpelweg omdat er in Nederland te weinig aanbod is van zeer hooggeschoold personeel, technisch en misschien ook natuurkundig, dat weet ik niet precies. En toen zei hij, ja, in verband met dat stomme xenofobische beleid van ons, moeten we voor al deze mensen heel moeizaam arbeidsvergunningen aanvragen. En ja, ik zou zeggen, dat kan wel een wat verstandiger beleid. Ik ben een groot voorstander van een goed doordacht immigratiebeleid, waardoor ASML wat makkelijker misschien aan zijn hooggeschoolde personeel kan komen. Ah, hier is de vraag waar gezocht werd. Wordt het niet zo lang, er wordt zo langzamerhand wel erg tijd voor van alles en nog wat. Er zijn heel veel mensen die deze leuke formule kiezen. Wordt het zo langzamerhand niet tijd voor een groep sterke landen die zich werkelijk bereid verklaren zich aan de afspraken te houden? Een soort eredivisie en een soort eerste divisie. Waarbij men onder voorwaarden kan promoveren van de ene naar de andere divisie. Zo ja, hoe en zo nee, waarom niet? Dat is natuurlijk al lang het geval, meneer Jacques uit Soest. Jacques heeft in Soest zijn achternaam verloren, merkwaardig genoeg. Oh, die staat daarboven. Jacques Nieuwwerf. Oké, goed zo. Meneer Nieuwwerf, ja, dat in feite is dat allang de werkelijkheid. Er zijn natuurlijk lui die de richting aangeven in Europa. We kunnen wel een bijzonder denken aan Duitsland en aan mevrouw Merkel. Ik denk ook aan die coronakredieten waarbij ze plotseling heeft gesteld. En dat is een enorme stap voor Duitsland. Dat de Europese Unie zelf geld mag lenen. Hè, dat er een soort euro-obligaties mogelijk zijn. Ja, waar die suffe Wopke en die suffe Mark zich veel te lang tegen verzet hebben.
Ze hadden al vrij snel moeten begrijpen als de Fransen en de Duitsers het daarover eens waren geworden, dat Nederland tenslotte niet de zaak zou kunnen blokkeren. Dus ja, we zijn al zover. Oké, in het Studium Generale Tilburg eerder dit jaar zei u dat het een zegen voor Nederland is dat Zuid-Europa economisch onsuccesvol is. Ja, dat heb ik er net al toegelicht. Dat is met die euro. Die euro die wordt een beetje naar beneden getrokken door die wat minder succesvolle economieën in Zuid-Europa. En dat is voor ons, is dat een zegen. Ja, gek genoeg blijkt eigenlijk dat die euro, die dus in 17 landen als valuta wordt gebruikt, als betaalmiddel wordt gebruikt, dat er toch verschillen in de euro zijn. Een Duitse euro is geen Portugese euro. Ja, in Portugal kunt u er meer voor kopen dan in Duitsland. En misschien geldt het, is het voor Zweden nog wel sterker, dat verschil. Dus, maar dat zegt niet zoveel. Dat is precies hetzelfde als met de dollar in de Verenigde Staten. Een dollar in Vermont is toch een beetje anders dan een dollar in het zuiden van Mississippi of in Californië. Dat geldt voor elke muntsoort in feite. Een euro is in Utrecht, de stad Utrecht waar ik woon, alweer heel wat anders dan in wijkbeduursteden waar mijn zuster woont. Mijn zuster die kan door een beetje rond te rijden en daarbij lokale bedrijven allerlei bieten en aardappels te kopen, kan ze een relatief goedkoop leven leiden, terwijl ik ben sowieso te lui om rond te gaan rijden voor de bieten. Beste meneer Van Rossum, dit is een enorme brief. Zo'n 20 jaar geleden las ik het boek Oostwaarts, reizen door de Balkan, het Midden-Oosten en de Caucasus van Robert D. Kaplan. Hij citeert daarin Rudolf Fischer over de tegenstellingen in Europa. Feitelijk wordt gesteld dat de scheiding binnen Europa al terug te voeren is op de splitsing van het Romeinse Rijk in een Oost- en een Westelijk Rijk, zich oriënterend op respectievelijk Byzantium en Rome. Door de eeuwen heen blijven deze tegenstellingen bestaan, ook religieus. De scheidslijn wordt tot recent nog gevolgd door het IJzeren Gordijn. Griekenland zou AGV als de marshaller bij het Westen zijn getrokken door de VS. Dit als korte samenvatting. Ja, ik moet zeggen, een hele compacte samenvatting van 1000 jaar wereldgeschiedenis en u moet daar toch een tikkeltje mee oppassen met dit soort van ruimhartige generalisaties. Het wonderlijke is dat die scheiding tussen het Oost- en het West-Romeinse Rijk, daarbij was het Oost-Romeinse Rijk veel rijker, had een hoger inkomen per hoofd dan het West-Romeinse Rijk, wat natuurlijk ten prooi is gevallen aan die allerlei invasiebewegingen. Het verschil zit hem eigenlijk meer in de verovering van een groot deel van het Middellandse Zeegebied, althans het zuidelijke oever, de oostelijke oever en natuurlijk ook Turkije en een deel van de Balkan door het Ottomaanse Rijk. En dat Ottomaanse Rijk was aanvankelijk heel modern, maar heeft tenslotte geleid tot een soort van vertraging en een verstarring van verdere ontwikkelingen, waardoor inderdaad die gebieden sterk zijn achtergebleven. Maar ook in Europa hebben ze natuurlijk in de afgelopen 500 jaar nog ingrijpende veranderingen voltrokken. Neem een land als Nederland, wat vanaf de late middeleeuwen en daarna zich een snelle economische expansie doormaakt. En Engeland in feite nog wat later. Dus ja, generalisaties in dit opzicht, laat ik een in feite is het mogelijk om in een betrekkelijk achterlijk land, mits je het juiste beleid voert, op de juiste knoppen drukt, nietwaar, een fabuleus snelle ontwikkeling tot stand te brengen. En een aantal landen in Azië hebben laten zien hoe dat kan. Neem nou de scheiding tussen Noord- en Zuid-Korea. Noord-Korea was het geïndustrialiseerde, succesvolle deel van Korea. Zuid-Korea was het armlastige, agrarische deel van Korea. En kijk hoe verschillend die situatie in Korea op dit moment is. Dus als je het goed doet, China was in 1975 een chaos door die halve rare Mao. Godzijdank ging die toen dood. Goed, dan hebben we wat overgangsproblemen gehad. En tenslotte is er in China iemand aan de macht gekomen die iets heel anders heeft gedaan en met een verbluffend succes. In 40 jaar is China van een chaotisch derde wereldland, heeft het zich ontwikkeld tot de belangrijkste economische speler in de wereld van dit moment. Dus er is achterlijkheid hoeft niet per se een soort lot voor eeuwig te zijn. Dat is echt niet zo. Maurits de Liefde, dat is volgens mij de tweede keer dat Maurits aan slag komt. Waarom hebben wij zo weinig interesse in Duitsland? Ja,
Ik moet zal even de vraag verder lezen. Waar we nu al praten over Amerikaanse presidentsverkiezingen 2024, is er nog geen woord gevallen over de Duitse verkiezingen 2021. Meneer De Liefde, u neemt mij de woorden uit de mond. Het is onbegrijpelijk dat we obsessief zijn ten aanzien van de Verenigde Staten. Dat elke tweet van die maloot die er nog steeds zit, dat in principe in het journaal kan worden opgenomen. En dat we eigenlijk cultureel en politiek met onze rug naar Duitsland staan. Terwijl we volop profiteren natuurlijk van de Duitse economie. Terwijl we eigenlijk een onderdeel zijn van de Duitse economie. Dat blijft zoiets wonderlijks. Ik weet niet wat we daar precies aan zouden moeten doen. Maar het is een hele wonderlijke en geheel onterechte zaak. Daar heeft u groot gelijk in. Karel Schmitz. Dat is waarschijnlijk een Duitse naam. Even kijken, waarom zit Monaco niet binnen de EU, de mini-staat binnen? Ja, die mini-staten, daar heb ik heel specifieke opvattingen over. U weet dat als je in Monaco, daar kun je gaan wonen en dan heb je belastingvrijdom op allerlei verschillende manieren. Alleen moet je eerst 1 miljoen betalen om er te kunnen gaan wonen. U weet ook dat onze sympathieke autoracer Max Verstappen, die woont ook in Monaco. Want die heeft ook een inkomen van tientallen miljoenen per jaar. Wat ik overigens voor die betrekkelijk simpele werkzaamheden vrij vreemd vind. Maar goed, dat is nu tussen haakjes. Ja, ik moet u zeggen, ik ben een voorstander van het ontwikkelen van een Europees leger. En dan ben ik er vervolgens voorstander van een scenario waarbij we de eerste oefeningen die zullen bestaan uit het veroveren van de mini-staten in Europa. Dus eerst wordt Monaco onder de voet gelopen. Dat moet in een ochtendje te doen zijn. Dan doen we Andorra. Daar schat ik ook dat we in een dag klaar zijn. Dan Liechtenstein. Dat zijn allemaal staten die alleen bestaan bij gratie van het feit dat het een soort belastingparadijzen zijn. En tot op zekere hoogte is Zwitserland dat natuurlijk ook. Of we dat ook onder de voet moeten lopen, daar moet u me later nog eens over bellen, dat weet ik niet. Maar laten we in godsnaam beginnen met die kleintjes, met al die oplichters om dat op te ruimen. Martin Knukkel, ook een hele leuke naam. Beste Maarten, even een geschiedenisvraag. In verschillende colleges heeft u zich positief uitgedrukt over het voormalige Oostenrijk-Hongarije. U noemde het, geloof ik, een sympathieke wanorde. Vanwaar uw sympathie voor deze grootmacht? Was het niet een 13 in een dozijn imperiaal rijk en is de chaos waarmee Oostenrijk-Hongarije te maken had 15 verschillende talen en volken te vergelijken met de problemen van de huidige EU? Nou, ik moet u zeggen, ja, ik heb altijd wel een zekere sympathie gehad voor de keizer en koninklijke imperium, al was het ook maar vanwege het voedsel. U weet, de keizersmarren. Heet niet voor niks Kaiserschmarrn, dat is een werkelijk wonderbaarlijk heerlijk gerecht. Alleen daarvoor al zou Oostenrijk-Hongarije een prijsje moeten krijgen. Het is uiteengevallen als gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Ik geef toe, verschrikkelijk stabiel was het niet. Maar het was toch, het was geen onfatsoenlijk imperium in allerlei opzichten. En als u de EU ermee wil vergelijken, ja, daar liep natuurlijk wel een hele scherpe scheiding tussen natuurlijk, is het ook weer het westelijk van de Leita rivier en oostelijk, maar ik weet er eigenlijk te weinig van, maar het heeft mij altijd wel in zekere zin vertederd. Dat ligt ook aan die oude keizer natuurlijk, die malotige Sisi, en ik moet zeggen dat ik een groot liefhebber ben van de stad Wenen, nog steeds naar mijn idee een onderschatte stad. Eigenlijk wil ik er niet te veel rugbaarheid aan geven. Voordat je het weet heb je daar ook 1 miljoen toeristen per 3 weken of zo. Dus dat zou de stad geen goed doen. Maar ja, ik ben misschien is het wel een beetje sprookjesachtig sprookjesgeloof dat ik dat nog steeds denk. Maar Oostenrijk-Hongarije is beter dan zijn reputatie, laat ik het zo zeggen. Linda Tijl. Is de hoge waarde van de Zwitserse frank ook een probleem voor de Zwitsers? Ja, Linda, dat is een gigantisch probleem voor de Zwitsers. U moet weten, als u een beetje weet hoe Zwitserland ligt, dat de Zwitsers eigenlijk vooral al hun normale boodschappen over de grens doen. Dus in Italië, of in Frankrijk, of in Oostenrijk, of in Duitsland. Want het is natuurlijk, als je even Zwitserland voor het oog houdt, dan ziet u dat je eigenlijk meestal binnen een klein uurtje bij je in de Unie. En daar is de boel een stuk goedkoper dan in Zwitserland zelf. Wat een groot probleem is voor het Zwitserse winkelbedrijf, jazeker. Want die Zwitserse frank is volstrekt overgewaardeerd.
Mark Goossens, wat voor mogelijke dreigingen ziet u waardoor Duitsland eventueel besluit om uit de Unie te stappen? Nou, ik heb dat maar als theoretisch voorbeeld gegeven eigenlijk om duidelijk te maken dat wij er alleen uit kunnen als Duitsland in feite met ons eruit gaat. En dat leek mij lollig dat Thierry en Geert dan samen naar Berlijn gaan om te bepleiten dat Duitsland uit de Unie gaat, zodat Nederland ook uit de Unie kan gaan. Dat leek me wel ook een onderwerp voor een hele gezellige komische film. Sowieso, ja, ik weet dat ik het niet mag zeggen, maar zowel Geert als Thierry maken op mij vaak de indruk dat het een soort komieken zijn, dat ze eigenlijk hun grote talent ligt eigenlijk meer in het variété, in de breedste zin van het woord, dan in de politiek. Maar dit tussen haakjes. Dus nee, Duitsland zal niet uit de Unie treden. De Unie kan wel misschien uit Duitsland treden, maar dat is weer wat anders. Beste Maarten, denkt u dat rechtse politici in Nederland, Wilders, Baudet, hun anti-Europa-retoriek echt geloven of is dit enkel voor politiek gewin? Er zijn twee mogelijkheden. De mogelijkheid is, één is dat ze het echt geloven, dan zijn ze beduidend stommer dan ik dacht dat ze waren. En mogelijkheid twee is dat ze ook wel weten dat dat flauwekul is, maar dat het voor hun kiezers, die vaak ook niet al te snurgen zijn, een aantrekkelijk scenario lijkt te zijn. Anders kan het niet anders vormen. Arina Terkeurs, goedenavond Maarten, ik heb jonge kinderen. Op dit moment zit ik met mijn 2 maanden oude zoon naar u te luisteren. Wat moet ik mijn kinderen meegeven over de Europese Unie? Oftewel, wat acht u van het grootste belang voor de toekomst? Ik acht, als we het nou toch over de kinderen hebben, dan acht ik het van het grootste belang voor de toekomst, dat u aan uw kinderen duidelijk maakt dat ze overal in Europa kunnen gaan werken als ze dat willen. En dat ze een heel aardig voorschot daarop kunnen nemen met een zogenaamde Erasmusbeurs. De Erasmusbeurs is een van de meest positieve dingen die we in Europa hebben uitgevonden. Wat stelt studenten in staat om een enige tijd buiten eigen land te gaan studeren. Of het nou in Bologna is of in, weet ik veel waar, in Berlijn, het kan overal zijn. En dat is voor die jonge lui, als we, nu begrijp ik, is het nog een heel jong kind, maar zo lang duurt het niet voordat hij naar Berlijn kan. Dat is een enorm nuttige ervaring. Laat jonge mensen een tijdje naar het buitenland gaan, ergens in de Unie. En is een heel prima beurzensysteem voor. Koen Bolle, dag Maarten. Globalisering is een ontwikkeling die op individueel niveau winnaars en verliezers oplevert. Als tegenreactie op dit fenomeen is er een hang naar het lokale en de menselijke maat. Lokalisering, glocalisering noemt hij. Neil Brenner schrijft in dit kader in zijn boek New State Spaces over het belang van steden als overheidsorgaan in plaats van supra en nationale gremia. Welk effect heeft deze glocalisering op de toekomst van Europa? Nou, juist binnen Europa is dan de ruimte voor die steden om een relatief eigen beleid te voeren, want dan kunnen ze ook iets anders doen dan hun eventuele nationale overheid doet. Vergeet niet dat er bestuursniveaus zijn, dat er allerlei bestuursniveaus zijn. Er is een EU-bestuursniveau, er is een nationaal bestuursniveau, er is een provinciaals bestuursniveau en er is een stedelijk, een urbaan bestuursniveau. En de ene stad wordt ook veel beter bestuurd dan de andere stad. En dat kan ook, vernieuwingen in een bestuursmatige zin kunnen ook vaak van onderop ontstaan. En in die zin vind ik dat wel een positieve ontwikkeling, als dat kan. He, dat is een bepaald principe. Je moet besturen op het niveau wat het meest efficiënt is. Roelof Breukink, beste Maarten, vandaag zijn we weer eens Russische hackers tegen de lamp gelopen. Moeten we ons zorgen maken om Russische inmenging in hackers? Nou, daar moeten we ons een beetje zorgen over maken. Wij moeten ons meer bewapenen. Computertechnisch, ja, ik zit dat heel schijnheilig te beweren, is hypocriet te praten, want ik zou niet weten hoe ik mijn eigen computer zou moeten beschermen tegen Russische hackers. Ik heb wel begrepen dat ook als ik het hele ding volstop met veiligheidsspulletjes, dat de Russische hackers er toch dwars doorheen marcheren. Dus ja, voor bedrijven is dit wel een zaak waar die ze goed in de gaten moeten houden. En was dat niet Sealand wat gehackt was, en vaak zijn het geen Russische hackers, maar commerciële hackers. En, nou ja, wat dacht u van de Universiteit Maastricht? Die heeft 2 ton betaald om de zaak weer over vlot te trekken.
Maar het is geen megaprobleem. Timo Haver, vindt u dat migranten uit veilige Afrikaanse landen naar Europa zouden mogen komen? Nee, dat vind ik niet verstandig. Bovendien, degenen die er zijn, die misdragen zich. Dus ik zou zeggen, die moeten weer terug naar de veilige landen. Jochem Schutte, beste Maarten, ik probeer het nog een keer. Nog een keer, oh, Schutte is gefrustreerd geraakt. Ik ben benieuwd wat u vindt van de invloed van uitspraken van het Europese Hof op regeringsbeleid. Ik sta hier volledig achter de rechter die verklaard heeft in die agendazaak dat Nederland zich moet houden aan die dingen die het officieel ondertekend heeft. Ja, dus het Europese Hof heeft hier gelijk en de rechter die het Europese Hof die in het gelijk gesteld heeft, die heeft ook gelijk. Dus de Nederlandse regering heeft de agendazaak terecht verloren. Jesse Lanzer, ziet u in de huidige ontwikkelingen parallellen met de jaren 20 van de vorige eeuw? Nee, die zie ik helemaal niet. Toen het 2014 was, stond de krant vol met stukken dat het sprekend leek op 1914. Nou, ik heb zelden zulke kletskoek gelezen, moet ik u zeggen. De geschiedenis herhaalt zich niet. Soms lijkt het alsof de geschiedenis herhaalt, maar hij doet het eigenlijk nooit. Beste lezer, oh jezus, voor het webinar van Maarten Verlossen morgenavond zou ik graag het volgende willen inbrengen. Wie of wat is Europa nu eigenlijk? Ja, dat is wat. Zal ik het eerst even helemaal doorlezen? In zijn college over de staat van het Westen heeft Maarten wat aspecten aangedragen. Kunnen die ook gelden voor wat we nu zien als Europa? Is Europa als instituut niet inherent zwak zolang iedere lidstaat een eigen commissaris moet hebben? Enzovoort, enzovoort. Ik rijd al heel lang in een Franse middenklasse, uit tevredenheid. Maar het is weer bij zijn Lexus van Japanse makelij. Zo'n vervoermiddel is voor mij trouwens niet bereikbaar. Je hebt ook kleine Lexus hoor. Maar is er iets mis met mij? Nee, er is niks met u mis. Misschien heeft u een heel betrouwbaar Renaultje, wie zal het zeggen? Mijn zuster is ook dol tevreden met haar Renaultje, moet ik zeggen. Maar ik heb lang een Citroën gehad. Ik ga even in op de laatste vraag. En het was een hele fijne auto, een ruime auto. Zag er prachtig uit en van alles en nog wat. Ik heb nu een Lexus, dat is waar. Waarvan mijn vrouw vindt dat het een burgermansauto is. Maar hij is betrouwbaar. En hij zit solide in elkaar. En hij is in Japan in elkaar gezet. En als u naar staatjes kijkt van betrouwbare auto's, dan zult u zien dat in de top 10 staan 9 Japanse merken. En dat is Toyota en Lexus eigenlijk ook een soort van Toyota. Dus dat is de reden dat ik dat doe. Wie of wat is Europa? Laat ik uw beginvragen ook proberen te beantwoorden. Dat is heel lastig te zeggen. Waar begint Europa? Waar eindigt Europa? Begint het aan de Ierse westkust? En loopt het dan door tot de Oeral, zoals de Gaulle altijd zei? Nou, eigenlijk niet. Grote stukken van Rusland zou ik er toch maar niet bij rekenen, eerlijk gezegd. Je zit dan natuurlijk ook met het orthodoxe christendom. Dat is toch ook wel wat afwijkend in allerlei opzichten. Voor praktisch gezien zou ik zeggen, Scandinavië in de ruimste zin van het woord. Midden-Europa, Zuid-Europa. Maar houdt het ergens op? Ik gek genoeg vind ik dat Wit-Rusland, dat mag voor mij nog wel, dat mag voor mij in Europa nog wel in. Dat gaat voorlopig niet gebeuren. Maar Europa is heel moeilijk te begrenzen in de zin dat je zegt, nou hier is het nog Europa en daar is het geen Europa meer. Nee, dat kun je eigenlijk niet zeggen. Thomas, die heeft geen achternaam. Dag Maarten en de rest van de chat. Ja, u moet weten, er zitten hier 30 man personeel om de zaak op de rails te houden en om die vraag een beetje op orde te houden. Sorry voor het regelmatig herhalen, ook van mij. Ik probeer nog een keer. Trump heeft, u schiet uit het scherm. Trump heeft één ding duidelijk gemaakt, dat hij een maloot is en dat de VS niet altijd de organisatie is waarop de wereld zich kan en moet oriënteren. Ik denk voorzichtig dat dit de sterkte van de EU op wereldvlak heeft versterkt. Gaat dit veranderen met Biden? Gaat de EU zich weer wat meer aanhaken aan de VS? Een tweede vraag, waarom zit EU in, wat is dat, BXL en niet... Brussel. Wat? In Brussel. Oh, is dat Brussel BXL? Oh, oké. Okay. Brussel, op die manier. Ja, we moeten rekening met het feit dat Amerika ook in de toekomst niet volledig betrouwbaar zal zijn als bondgenoot. Dus dan, ja, dat vraagt om nieuw beleid. Merkel heeft dat ook op een goed moment heel duidelijk gezegd. We zijn nu op onszelf aangewezen. Inderdaad, dat is zo. En daar moeten we dan werk van maken. En als free riders kunnen we op dit punt, denk ik,
of zeker ook in de middellange toekomst, niet verder. Heeft dat de positie van de EU versterkt? Nou, dat ligt echt aan onszelf of wij ook die positie weten te versterken en of we daar iets van kunnen maken. Daar ziet het soms niet naar uit en soms weer wel. Dat varieert nogal. Ik durf dat, wat ik al zei, de meeste leden van de EU gaan slordig om met hun EU-lidmaatschap. Dat kan veel en veel beter. Als dat veel beter zou kunnen worden, om wat voor reden dan ook. Ja, sowieso speelt Europa, de Europese Unie, in economisch opzicht een rol op het wereldtoneel. Niet de individuele landen, maar wel de EU. Mark de Wit, beste Maarten, wat vindt u van de Europese Green Deal? Heeft het een kans van slagen? Nou ja, u begrijpt ook wel. Dat daar is hoog ingezet, dat zal niet op termijn op die gewenste wijze verwezenlijk worden. Maar als er een fors begin wordt gemaakt, dan vind ik dat al heel wat, eerlijk gezegd. Als je ziet hoe snel de energietransitie eigenlijk zich voltrekt, u zult zeggen dat gaat veel te langzaam. Maar voor een historicus gaat het wonderbaarlijk snel. Echt waar. Ik weet niet of u moet de Economist lezen, daar steekt u heel veel uit op. Maar een groot deel van West-Europa is in feite aan het gebruik van kolen op grote schaal min of meer aan een eind gekomen. Tamar Groenestein, ik moet gaan. Fijne avond en hartelijk dank. Nou Tamar, ik zou zeggen, ik wens jou ook een hele fijne avond en hartelijk dank voor het belangstellend luisteren. Al heb ik dat natuurlijk niet kunnen zien van dichtbij. En misschien is het voor mij ook wel tijd om te gaan en u allen hartelijk te danken voor uw ongelooflijke belangstelling. Is dat zo? Nog één vraag. Ja. Oké, de bekende laatste vraag. Even kijken of we nog niet hebben gebrand, de laatste. Hallo Maarten, ziet u enig nut in campagnes zoals in Hongarije die met grote geldbedragen proberen het geboortecijfer omhoog te krijgen? Is dit een goede strategie om het vergrijzingsprobleem tegen te gaan? Nee. Beste Bram, je kunt er zelf overigens ook veel aan doen. Ik weet niet of je een verloofde hebt, maar je kunt bij haar eens aankondigen dat je van plan bent om 13 kinderen te krijgen. Dan doe je er zelf ook iets aan. En dan kun je in ieder geval als je dood gaat zeggen, het is misschien mislukt, maar ik heb mijn uiterste best gedaan. Nee, de praktijk leert dat dergelijke campagnes ook wanneer er hoog wordt ingezet, nauwelijks effect hebben. Ik meen dat je in Oostenrijk een jaar vrij krijgt en allerlei subsidies als je een kind produceert, maar om nou te zeggen, jongen, wat planten die Oostenrijkers er voort? Nee, dat is niet het geval. Dus dat is meestal zinloos beleid. Ik denk ook niet dat je het zo moet doen. De Nederlandse autochtonen krijgen ook in principe zelfs voor vervanging veel te weinig kinderen. Heb je slotwoorden, Maarten, voor alle kijkers? Heb ik slotwoorden voor alle kijkers? Jazeker. Ik hoop dat, en ik vermoed dat dat deels het geval is, dat u redelijk sympathiek staat ten opzichte van de EU. Waarom zou u anders naar iemand als ik gaan zitten luisteren, terwijl u van tevoren kon weten dat ik wel een voorstander van de Europese Unie ben. Maar ik hoop dat u dat ook tegen anderen zou willen zeggen, waar u ook maar werkzaam bent, in het onderwijs of in de journalistiek of hoe dan ook. En ik hoop vooral dat u het een beetje gaat volgen. Een nuttige suggestie is, kijk eens naar Duitsland. Wat gebeurt er in Duitsland? Dat is heel goed te volgen. Als u een computer heeft, kunt u dat, al dat soort van zaken volgen. En corrigeer vooral ook, als u op verjaarspartijtjes zit, dan zit er altijd wel zo'n oudere oom die na 3 pils de meest fantastische nonsens uitkraamt over Brussel en de superstaat en dat we onderdrukt worden en er allerlei verschrikkelijke dingen gaande zijn. En dan hoop ik dat u namens mij eens uitlegt hoe het werkelijk zit. Want ja, ik ben ook een onderwijsgevende. En niet zo mooi als onderwijs. Dus ik hoop dat u wat geleerd heeft. Ziet u de reactie van de mensen? Wat ze er allemaal doen? Even kijken. Dank. Tom ook bedankt. Hartelijk bedankt. Graag tot in januari. Oké, dan verzinnen we iets nieuws. Tom ook bedankt. Nou, het is de dank stroomt de computer uit. Hij dreigt te oververhitten, volgens mij. Fijne kerst. Ja, dat je overal, we hebben goddomme de zin nog niet uitgewuifd, overal staan kerstbomen. Daar ben ik eigenlijk geen voorstander van. Dank. Het loopt lekker met de dank. Ik dank jullie allen van harte.
En dit was Maarten van Rossum, de podcast met het Hoorcollege over Europa. Vergeet je niet te abonneren, zodat je geen enkele aflevering mist en je ook automatisch een seintje krijgt als we weer een nieuwe aflevering hebben gepubliceerd. En krijg je geen genoeg van alles wat rond deze podcast speelt, abonneer je dan op onze social media kanalen. Maarten Podcast op Instagram en Twitter. En je kunt ook doorpraten over deze uitzending met fans van het eerste uur via de Telegram groep. Linkje staat in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Oh, Rodney Del Rosario.